Meneer Mengissen, wat is zo bijzonder aan die Borkense baan? De Borkense baan is historisch. En dat is belangrijk geweest voor Winterswijk in verband met de textielindustrie. Die hadden dus de machines hadden kolen nodig. En Willink was een van die textielfabrikanten. En die heeft dus een begin gemaakt. Al in 1872 is dat begonnen. En in 1880 is die spoorlijn geopend. En vooral om de kolen uit het Roergebied hierbaan te krijgen. Maar ook hout en slachtvee weer terug. In 1989 heeft de Nederlandse Spoorwegen besloten om de baan in begin met cadeau te doen. En 2,4 kilometer is dan naar het Natuurmonument gegaan en 1,6 kilometer naar Gelders Landschap en Kastelen. En een paar jaar geleden heeft Natuurmonumenten samen met Gelders Landschap een ruil gedaan. Zij hebben de Kulverheide gekregen, Natuurmonumenten, en Gelders Landschap heeft dus de hele baan gekregen. Ja. Nou, Gelders Landschap heeft de bilzen en de spoorrails laten liggen. Maar Natuurmonumenten heeft dus de bilzen weggehaald en de rails ook. Maar ja, dat is nu natuur geworden. De natuur heeft dankbaar gebruik gemaakt hiervan. Ja, helaas. Met het weer is dat nou niet zo geschikt. Maar de zandhagedissen mag zich hier graag opwarmen. Het Nonneven heeft behoorlijk veel moeras, pirea. De gevlekte orgels is hier. We gaan straks het vetplantje nog even zien. Wat dat betreft kan de natuur hier goed zijn gang gaan. Op het moment is dat wel een probleem, want het overwoekelt op het moment de spoorbaan. En met dit weer erbij is het ook niet zo goed begaanbaar. Wat kunnen uw bezoekers verwachten? In ieder geval een heel stuk prachtige natuur. We letten op planten, op paddenstoelen. Mijn collega die vertelt heel veel over bomen, want hij is bomenexpert. Die vertelt dus vooral met de Driemarkendijk, daar gaat hij ook in op de ziektes van bomen. En over de problemen die op het moment de bossen hebben. Even met water of met droogte. Krijgt u ook altijd veel bezoekers? Wij hebben dus na COVID hebben we besloten om een maximum van 20 personen aan te stellen. Omdat anders, als je wil struinen in de raten en door de bossen heen wilt lopen, dat je dan met te grote groep bent. En dan ben je dus niet meer verstaanbaar. Ik wens u een fijne wandeling. Dank u wel. Thank you.